Hallo, daar ben ik weer. Ik zit weer op Howie de Harp. En dit is Karin. Ja, en Karin gaat zichzelf aan jullie voorstellen en vertellen wat ze, hoe ze hier kwam bij Howie de Harp. Oké. Nou, mijn naam is Karin. Ik heb een beetje een rare stem, omdat ik hees ben. Maar dat is dan eenmaal zo. Ik ben ongeveer 9 jaar geleden gaan werken bij de RIBW in Brabant, in Tilburg. Daar werkte ik al best wel met eigen ervaring. Ik heb zelf een zoon die opgenomen is geweest, die ziek is geweest, psychisch ziek is geweest. En daarnaast heb ik zelf een verleden met een psychisch zieke moeder en een vader die veel te veel dronk. Toen ben ik bij de RIBW een cursus gaan volgen, herstellen doe je zelf. En toen dacht ik van, hey, dit is mooi. En toen werd mij gevraagd, wil je Howie de Harp gaan doen in Rotterdam als medewerker. En dan was het om de week 1 dag naar school, 1 jaar lang. Ik heb er heel lang over moeten twijfelen. Dan denk ik, oh jee, er komt al mijn ellende, heel mijn leven komt terug. En wat kom ik tegen? En ja, noem maar op. En toen heb ik uiteindelijk, terwijl ik het nog niet wist, besloten om het toch maar te gaan doen. Maar de eerste dag dat ik er was, was ik echt heel blij. En voelde ik eigenlijk een stuk vuur in mezelf. Van ja, mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten niet intern, die moeten niet allemaal opgesloten zitten. Hup, naar buiten en herstellen op ieders eigen manier. En ik heb 1 jaar lang opleiding gedaan, keihard voor gewerkt. Ik vond het heel pittig. Mijn eigen dingen kwamen zeker terug en ik heb zeker momenten gehad dat ik echt weer overspoeld werd, ook door mijn eigen emoties. Of ja, emoties en dingen. Ja. En dingen waar ik jarenlang bovenop had gezeten, van het is er niet, wegduwen. Ja, ja, ja. En dat kwam echt gigantisch naar buiten. Ik heb wel heel veel van geleerd en nu zijn ook dingen niet meer elke dag aanwezig bij mij, die ik eerst wegstopte, zeg maar. Ja, dus ja. Dat vind ik heel fijn. Toen ik de opleiding heb gehaald, toen dacht ik van ik wil in een ander team werken. Want in mijn team waar ik toen al 7,5 jaar werkte, kennen ze me door en kan ik absoluut geen verandering teweeg brengen. Dus ik heb gesolliciteerd in een ander team. Daar heb ik ruim 1 jaar mogen werken. Daar heb ik best wel echt wel verschil ervaren om als begeleid mede te werken of als een uitvoerend ervaringsdeskundig medewerker. Ja. Ik heb veel meer nabijheid meegemaakt. Ik heb veel meer gedeeld met mensen. Ik heb veel meer herstel gezien bij andere mensen. Om op die manier te werken. Dus dat is gewoon echt super mooi om gezien te hebben. En om dus ook gezien te hebben wat het effect is als je als ervaringsdeskundig medewerker gaat werken. En wat het effect kan zijn voor mensen. Met name in mijn geval wel mensen die ambulant wonen. Die een bepaalde mate van zelfstandigheid hadden. En nog niet lang in de hulpverlening zaten. Dat is wel mooi om te zien dat het daar zo helpend bij is. En mensen die echt al heel lang zorg krijgen vanuit de RIBW, praat ik over 20, 30 jaar, zijn de stappen gewoon veel kleiner, zeg ja, maar. Ja, dat is langzaam. Maar dat is ook logisch. Dat is ook logisch, ja. Maar ik denk dat je, tenminste dat denk ik nu, ik ben nog niet klaar met opleiding, maar dat je eerder een intenser contact krijgt met mensen ja, kan leggen. Ja, denk klopt, ik. Klopt. Ik heb, ja, de contact is, ja, die, het gaat gewoon veel eerder, ja. Of sneller bij waar het nou echt om gaat. Ja, het contact gaat dieper, ja. Het is veel opener, het is gelijkwaardig, het is ja, te delen ja, ja. Met elkaar. En bij de een kan het 1 zin zijn en ja, bij de ander ja. Kan het mijn hele herstelverhaal zijn. Er zit ja, echt ja, wel ja. Heel veel ja, verschil in ja, bij iedereen. Ja, ja. Ja. Ik heb wel mooie dingen meegemaakt ook. Was ook een mevrouw die zei, die al zoveel jaren hulpverlening had gehad en die nu tegen mij zegt, Karin, voor jou maak ik mijn gordijnen open en doe ik de deur open. Nou, ja, dat nou, is fantastisch. Dat is toch mooi. Dat is echt heel mooi. Dat ja. Je dat aan mensen gewoon geeft. Ja, precies, en dat ze zich gehoord voelden. Ja, en dat ze en gezien ook door, nog. Ja, gezien en door het delen ook zelf stappen ging maken en nu dat ze echt met haar eigen herstel bezig is. Dat is gewoon kei mooi om te zien. Nou. En toen kwam de vacature als coach voor Howie de Harp in Tilburg. En het is eigenlijk te snel, want ik was daar waar ik nu werkte, zeg maar. Ik ben pas 2 dagen nu bij het coach, zeg maar. Maar waar ik gewerkt heb, zeg maar, was gewoon nog niet klaar. Maar ik vond deze vacature zo mooi. Ik denk, ja, hoe vaak komt het voor dat er zo'n vacature komt? Ja. Ik denk, nee, dan moet ik toch echt solliciteren. En
Ja, super mooie nieuwe uitdaging waar ik gewoon weer heel veel ga leren. Nou, wat interessant. En misschien, ja. Misschien doen we dit gesprek wel over een jaar of zo. Kijk, hoe het er dan bij staat. Dat is heel leuk. Ja, maar leuk. En ook met jou, hoe het dan met jou is. Hoe dan met mij is. Ja, dat zou ik ook leuk vinden. Maar het is wel fijn dat ik nu merk dat mensen met hun carrière heel snel gaat opeens nahouden. Ja. Dat is heel fijn om te zien. Ja. Oké. Karin, hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. De pauze is voorbij. Ja, succes dus, dankjewel. Met je opleiding en alles. Dankjewel voor dit openhartig vooral gesprek. Graag gedaan.